Spanje maakt misbruik van de Spaanse grondwet door het Catalaanse parlement en de legitieme regering te ontbinden. Spreek van bevoegdheden te geven, maar ze ontbinden onze parlement en onze legitieme regering. Het recht op autonomie van Catalonië, uitdrukking van het recht op zelfbeschikking, kan niet zomaar worden miskend. Het moet nageleefd worden. Ik vraag van de Europese Commissie een antwoord hierop. Meneer Bourgeois ook, mag ik denken van... Ja. Dat is duidelijk, de kwestie Catalonië. Meneer Timmermans? Als je naar Spanje kijkt, dan heb je te maken met een democratische rechtsstaat waar alle burgers betrokken zijn bij het opstellen van de wetten en de grondwet. Waar het democratisch proces werkt. Ja, u bent er allemaal niet mee eens, maar misschien mag ik ook even mijn kant van de zaak belichten. Wacht even, ik moet even tot bij u komen, anders hoort niemand wat u zegt. Sorry, maar zelf... Er zijn heel veel mensen die niet meer beschouwen Spanje als een volle democratie. Ik ben niet de enige die dat zegt. Nou, dat, u bent niet de enige, dat klopt. Dat klopt. Maar ik voel mij in het gezelschap van 27 andere lidstaten die allemaal tegen Spanje zeggen, jullie zijn een rechtsstaat waarin de wetten worden gerespecteerd, waarin als er een discussie is over de structuur die in de grondwet is vastgelegd voor het land, die discussie in het land moet plaatsvinden tussen degenen die in dat land met elkaar dat land vormen. En ik denk dat dat de enige weg voorwaarts is om voor Catalonië om een andere relatie met Madrid, met Spanje te ontwikkelen, is door in dialoog te gaan met de Spaanse overheid en daarbij ook de wetten te respecteren. Je kan het niet eens zijn met wetten. Je kan ook die wetten met democratische middelen bestrijden en ernaar streven die wetten te veranderen, maar je kan niet gewoon wetten negeren. En dat is wel wat er is gebeurd. Dat daarbij door de Spaanse regering fouten zijn gemaakt ten tijde van het referendum door het gebruik van geweld waar dat niet had moeten gebeuren, dat heeft die Spaanse regering inmiddels zelf ook erkend. Maar dat geeft niet mensen die in Catalonië onafhankelijkheid willen het recht om de wet maar te negeren. En daarnaast is het ook eens een keer zo dat dit niet een zaak is van de Europese Unie zolang grondrechten niet worden geschonden, zolang men zich houdt aan de regels van de rechtsstaat. En men moet het in Spanje met elkaar samen oplossen. Misschien ook meneer Bourgeois laten antwoorden. Ja, ik zou er toch wel heel graag op ingaan, want ik vrees dat ik hier toch wel van mening verschil met Frans Timmermans. Ik ben het met hem eens dat de Europese Commissie weliswaar na lichte aarzeling het geweld, het disproportioneel geweld dat gehanteerd is na aanleiding van het referendum veroordeeld heeft. Ik ben het ook met hem eens dat het referendum binnen de Spaanse rechtsstaat niet conform de grondwet was, in strijd was met de grondwet, maar daarna is een referendum gehouden dat uiteengeknuppeld is, dat is één. Twee, waarna Madrid de autonomie van Catalonië opgeheven heeft, Catalonië onder curatele geplaatst heeft, verkiezingen georganiseerd heeft onder vigeur van artikel 155, terwijl ook na die verkiezingen nog altijd die noodtoestand, dus aanhalingstekens, gehandhaafd blijft. Er is een democratisch verkozen parlement. Ondertussen zijn er politiek verkozenen die in gedwongen ballingschap verblijven, onder andere bij ons in België. Zijn er politieke gevangenen. Meneer Juncker is zelfs in isolatie geplaatst, 5 dagen, rond de verkiezingen die gehouden zijn in Catalonië. Dit op basis, Frans, van wetgeving die eigenlijk nergens nog gehandhaafd wordt. Hè. Rebellie, dat is een 19e eeuwse incribatie. Hè. Die bestaat nergens meer, tenzij in dictaturen. Ik had eigenlijk graag gehad dat die procedure verder liep in België voor de Raadkamer. Wellicht zou u ook indirect betrokken zijn, want ik neem aan dat er een prejudiciële vraag zou gesteld zijn aan het Europees Hof in Luxemburg. Maar na de daar commissie... gaan wij niet over als commissie. Nee, u moet wel altijd standpunten innemen ten aanzien van ja. die vraag.
vragen, dus ja, de commissie moest dan ook zeggen, is dat compatibel met het Europees handvest. Mijn punt is, het Europees verdrag zegt in artikel 2, inderdaad heb je beklemtoond dat de fundamentele waarden moeten gerespecteerd. Ik sta daar 100% achter. Ik vind dat een van de kenmerken van de Europese Unie. Maar in het artikel 2 staat ook de handhaving van de democratie. Daar is een lokale democratie. Artikel 4 van het Unieverdrag zegt trouwens ook dat de Unie respect heeft voor de identiteit van de regionale entiteiten, van de deelstaten. En er is een procedure, artikel 7, die u nu geantameerd hebt met betrekking tot Polen. Weliswaar hebt u ook een lichter raamwerk uitgewerkt om eerst in dialoog te kunnen gaan. Gelet op dat alles, ook democratie, het gaat niet alleen over de rechtsstaat, ook democratie staat in artikel 2. Het feit dat zoveel dagen na die verkiezingen, waar ik toch gedacht had, nu gaat men het bord schoonvegen, er zijn verkiezingen gehouden, we gaan daar opnieuw in dialoog, die al geweigerd is sinds 2006. Wel, ik vind dat de commissie nu meer zou moeten doen, in dialoog gaan en wat mij betreft zelfs finaal in bemiddeling gaan.